Goedemiddag bij alweer de tweede aflevering van Security Talks. De talkshow gemaakt voor mensen met een hart met cybersecurity en gemaakt door mensen met een hart van cybersecurity. Mijn naam is Bastiaan Bakker en ik ben cybersecurity expert en vandaag uw gastheer bij deze talkshow. De talkshow is 100% live en dat betekent dat u zelf kunt deelnemen. U kunt meedoen met de stellingen of u kunt vragen stellen aan een van mijn gasten. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we u zo vertellen. Vandaag gaan we inzoomen op het cybersecurity Security Operations Center van de toekomst. Hoe ziet het er nu uit en waar beweegt dat de komende jaren naartoe? Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een aantal gasten en die ga ik graag aan je voorstellen. Marcel Piers van gemeente Amsterdam, hartelijk welkom. Ja, Bastiaan, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het erg leuk dat ik hier namens Amsterdam met een en ander mag vertellen over wat we bij Amsterdam aan het doen zijn. En ik ben in ieder geval binnen Amsterdam actief als IT-regisseur voor het neerzetten van veilige netwerksinfrastructuur, innovatieve zaken die als design ook veilig zijn. En dat is een mooi raakpunt hier met deze show. Daar gaan we zo uitgebreid over praten, Marcel. Hey, Alan van Leeuwen, ook nieuw in de aan tafel. Ja, de eerste uitzending. Jouw rol binnen Motive. Waarvoor dank. Hartstikke leuk dat ik bij jullie aan tafel mag aanschuiven voor deze discussie. Ik ben Alan van Leeuwen. Een lang verleden in cybersecurity, verschillende sectoren gezeten. En sinds een jaar of 3,5 bij Motive actief als team captain op het Security Operations Center. En nog steeds fan van IoT met die chip in je hand. Ik ben nog steeds half cyborg. Ik ben geüpgrade. Ik heb een chip in mijn hand inderdaad. Dat is en je kan wel bij Motive naar binnen, maar nog niet bij Atos. Dat komt nog. Komt nog vast wel. En Ronald van der Westen, vaste gast. Ja, klopt. Ronald van der Westen. Verantwoordelijk voor een team van security architecten en een aantal security specialisten. Die met name onze klanten, waaronder gemeente Amsterdam, ondersteunen bij de complexe security vraagstukken. De vaste sidekick. Hey, en vandaag andere hoofdgasten, Matt Lindos Santos van Atos. Ja. Ook bedankt voor de uitnodiging. Matt Lindos Santos, 21 jaar werkzaam bij Atos. En ik heb verschillende architectuurrollen gehad binnen Atos. En op dit moment ben ik practice lead cybersecurity voor de regio Noord-Europa. En daarnaast heb ik ook nog wat solution architectuur en solution manager activiteiten. En daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Hey, en voor de interactieve elementen van deze show verwijs ik even graag naar Mick. Mick, hoe kunnen de kijkers vragen stellen? Ja, goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Wij zijn 100% live. En dat betekent inderdaad dat u mee kunt doen aan de discussies hier aan tafel. We hebben een chatfunctie waarmee u kunt discussiëren met de andere kijkers. En ook een Q&A-functie waar u vragen kunt achterlaten die wij hier live in de studio kunnen behandelen. Daarnaast hebben we een poll en een open vraag en zijn we heel benieuwd hoe u hierover denkt. Nou Mick, laten we hopen dat er veel vragen zijn. Maar voordat wij in gesprek gaan met Marcel en Madelin, eerst even het cybernieuws van de dag. Nou Marcel, toen jij vanochtend wakker werd, wat viel jou op? Ja, op het internet of in de krant? Vers van de pers kwam ik erachter dat TNO gevraagd is door het NCSC om een onderzoek te doen naar de supply chain en de kwetsbaarheden daarin. Die hebben een heel mooi rapport gisteravond gepubliceerd, of vanochtend. En ik heb nog niet heel erg erdoorheen kunnen spitten. Maar wat mij wel duidelijk werd, is dat het risico niet meer komt als je zelf je eigen zaken op orde hebt. Maar dat je heel goed moet kijken met welke leveranciers je zaken doet en wat je daarmee naar binnen haalt. Het is een beetje het paard van Troje. Voordat je het weet, zit er een verrassing in. En die moet je zien te voorkomen. En TNO constateert 80% van de cyberaanvallen wereldwijd al via de supply chain. Ja, dus die kwetsbaarheden. Interessant rapport. Zeker. Zullen we even beschikbaar stellen na afloop. Ja. Alan, jij hebt nog nieuws? Ja. Ik heb een stukje uit het nieuws van een aantal dagen geleden genomen. Het gaat over de Universiteit van Minnesota. Die heeft geprobeerd een soort van malafide patches toe te laten voegen aan de Linux kernel. Dus die hebben een contributie opgestuurd, een patch voor de kernel, die goedgekeurd zou worden. Waar deels echte fixes in zaten, maar ook een klein stukje code erin zat, wat er eigenlijk niet in thuis hoorde. Als vorm van experiment om te laten zien hoe makkelijk het is om in open source software je eigen stukje code Wacht even, in te dus voeren. Dit zijn dan wetenschappers, dus het zijn experts die bewust zeg maar kijken van is het mogelijk om een malafide update te trekken? Exact, ja. Nu liep het goed af, maar als dus cybercriminelen hetzelfde kunnen? Ja, het liep goed af omdat de moderators die zeg maar de patches moeten goedkeuren, die hadden het goedgekeurd. En toen hebben de contributors op dat moment gezegd, nou, oké, leuk dat je hem goedkeurt, maar hier is de echte patch zonder de malafide code erin.
Dat werd echter niet in dank afgenomen. Dus er is nu een behoorlijk conflict tussen de Linux open source community en de Universiteit van Minnesota. Die zijn verbannen van enige contributie richting de Linux. Ze zijn nu verbannen? Oh. Ja, alles wat vanaf e-mailadressen van die universiteit komt, wordt direct genegeerd. Wow, dat is interessant. Minnesota heeft op zijn beurt weer excuses aangeboden. Ja. Hey, Madeline, jij nog nieuws meegenomen? Ja, ik heb een leuk nieuwtje vanuit de community. Ja, leuk. Ik weet niet of het leuk is, maar het heeft in de computerbol gestaan eergisteren. En het gaat over ransomware. Dus ransomware aanvallen, dat neemt toe. En wat we ook zien... Dat is nog niet zo verrassend. Absoluut niet, hè, want dat wisten we eigenlijk al. Maar op dit moment staat dus ook in de computerbol dat er ook betaald wordt bij die ransomware aanvallen. En dat is voor mij wel een nieuwtje, omdat je ziet het echt veranderen. Hè. Dus normaal gesproken was de stelregel was, je betaalt niet als je een ransomware aanval hebt. En nu staat er dus in dat steeds meer bedrijven wel betalen. En dat zal natuurlijk wel tot veel nieuwe aanvallen leiden. Dus ik hou mijn hart vast. En in heel zwart-wit wel of niet betalen? Ik zou zeggen niet betalen. Het is geen garantie, heb ik begrepen. Ja. Dat je daarna je data wel terugkrijgt. Klopt, inderdaad. Dus als je ook al betaal je, dan is de kans dat je geld, tenminste dat je data terugkrijgt, is minimaal. Dus, Maar het is dus wel degelijk iets wat je gaat afwegen als je dus in deze vreselijke penaire situatie terechtkomt. Ja. En betalen komt dus misschien wel vaker voor dan dat je denkt. Klopt, en sinds kort zijn er ook nieuwe trainingen. Ransomware, onderhandelen heb ik al voorbij zien komen. Dus dat is ook wel interessante ontwikkelingen. Kijk eens aan. Goed om te blijven volgen. Dat gaan we zeker doen. Ronald, jij nog nieuws? Ja, de datalekken zeg maar, die komen om je oren de laatste tijd. En afgelopen dinsdag zag ik ook inderdaad weer een nieuwtje dat de FBI 4 miljoen persoonsgegevens beschikbaar had gesteld aan havebeenpwned.com. Dat is een website zeg maar, waar je kan controleren of jouw data in kwade handen is beland. Ik zie hem nou met mijn... ik word even getest hier. Zeker. Dus ik was inderdaad op die website geweest om even te kijken van hoe zit het inderdaad met mijn gegevens. En gelukkig zat ik in ieder geval niet in die Emotet dataset. Maar wat me opviel is dat er begin van deze maand, in april, dat er ook een flinke dataset van Facebook beschikbaar is gesteld. Met 500 miljoen records erin. En daarvan bleek dus ook uiteindelijk dat bijna 5 miljoen van die records van Nederlanders zijn. En een van de dingen die dus ook toegevoegd zijn, hebben bij pound.com, dankjewel Alanda straks, is dat je ook op telefoonnummer kan zoeken. Dus als je je telefoonnummer invult en je zit in die dataset van Facebook, dan is de kans aanwezig dat je jezelf terugvindt. We hadden net even snel gekeken. Ja. Ik stond er ook tussen. Ja. En alle kabels. Ja, en Facebook recent. En je zou bijna een profiel kunnen opbouwen op basis van Have I Been Pwned, waar je allemaal gehackt hebt, wat je hobby's zijn. Ja, absoluut. Dus iets goed om over na te denken. Ja. Ja. Bewust van te zijn. Weinig in het nieuws geweest, dat van Facebook. Hè? Dat, inderdaad, ja. Ja. En het gaat om miljoenen records. Ja. Enorm datalek, ja. Hey, tot zover het cybernieuws. Voordat wij nu verder gaan met het eerste onderwerp, cybersecurity en gemeente Amsterdam, hebben wij weer een stelling. En deze stelling komt van Tom de Haan van Drechtsteden. Ik heb de laatste jaren redelijk wat ervaring opgedaan met implementatie van SOCs of Security Operations Centers. Ik weet dat het erg belangrijk is voor je logging en monitoring en het onder andere het detecteren van threats. Maar mijn stelling is, de effectiviteit van een SOC blijft lastig te meten voor een business. Nou, hoe zit dat met die effectiviteit? Mick, kun jij de stelling klaarzetten voor ons? Ja, wij zijn heel benieuwd of u het eens of oneens bent. En de stelling luidt, de effectiviteit van een SOC blijft lastig te meten voor de business. Laat ons weten of u er eens of oneens mee bent. Of als je een vraag hebt, stel gerust de vraag. Hey Marcel, gemeente Amsterdam. In het vorige gesprek heb je me verteld over van ADP, Amsterdam Digitale Poort naar Verkeersplein, regie. Kun je in het kort eens zo uitleggen wat je zoal... waar je zo wel mee bezig bent. Ja, Amsterdam heeft een sourcingstrategie. Die sourcingstrategie is van zelf doen naar laten doen. En in de complexiteit van het werk wat we nu zien en het gebrek aan personeel op de markt, waarin je dan die ketens goed kunt afdekken, is er voor gekozen om de sourcing te laten baseren op sterke partners.
Amsterdam heeft een aantal, daardoor een aantal kavels, als het ware, in de markt gezet via aanbestedingen. Motive is er één van. Motive doet het Amsterdamse digitale poort. En die poort die zijn we op dit moment aan het ombouwen naar een plein waarop alle connectiviteit, alle datacenters, alle SaaS-voorzieningen aangesloten gaan worden. De hele ontzorging van dat landschap wat we in de aanbesteding hebben zitten. We proberen dat in een soort van ecosysteem met onze partners. En aan onze partners vragen wij of zij hun regiefunctie willen oppakken. Hun eigen stuk organiseren en gezamenlijk Amsterdam ontzorgen. En in dat landschap hebben wij voor de connectiviteit en de datacenters een SOC ook neergezet. En dat is een gefedereerd SOC. Dat gefedereerde SOC houdt ook daar weer in dat die input van de partners bij dat SOC terechtkomt. En dat we gezamenlijk daar Amsterdam veilig houden. Motive heeft een bijzondere positie. Ze had van huis uit de veiligheidsfunctie naar buiten, naar het internet. De oude ADP. De oude Amsterdamse Digitale Poort. Ja. De 500 internet. En die rotonde die we nu aan het bouwen zijn, waarop alles in een soort van microsegmentering aangesloten gaat worden. En de verkeersstromen die daar overheen lopen, om die goed in de gaten te gaan houden. En alles wat daar doorheen komt te inspecteren. En te kijken of daar geen bedreigingen in zitten. Dat is een heel belangrijke functie en die komt bij ons terecht in het SOC. Dat is een gefedereerd SOC nogmaals, waarin die expertises van onze verschillende partners samenkomen. We hebben een partner voor de werkplek, we hebben een partner voor de hosting van de applicaties. We hebben een partner voor het wide area netwerk en de lokale area netwerks in de panden. En we hebben natuurlijk het hele verkeersplein waarin alles bij elkaar komt en waar de routes naar buiten ook worden gelegd. Interessant, want deels zijn dat natuurlijk ook collega's van elkaar, die verschillende partners. Maar we zijn goed aan het samenwerken. Absoluut. En het is denk ik in Nederland wel een vrij recent model om aan die partners te vragen om gezamenlijk de ICT van Amsterdam te draaien. En wij zorgen natuurlijk dat die partners optimaal hun ding kunnen doen. En daar de financiering voor, de innovatie, de challenge om die innovatie in te brengen. Nou, ik hoor graag aan tafel hier nog wat voor plannen er allemaal zijn vanuit Motive, vanuit Aaltos, wat straks bij elkaar gaat komen. Dus ik ben heel erg benieuwd voor dat gedeelte van het verhaal. Ja. Hey, en hoe zit dat dan met dat eigenaarschap? Want ik bedoel, ze kunnen natuurlijk zeggen, Motive doet security, dus dat is voor de andere kavels minder relevant? Zeker niet. Hè? Motive is gevraagd om ook een klein beetje mee te kijken bij de andere kavels. De eigen kavels, de eigen partijen hebben een eigen veiligheidsfunctie. Zij moeten een eigen regie doen op hun eigen stuk werk. Ja. En zij hebben ook de input die ze verlenen aan het SOC van Amsterdam. Waarin al die beveiligingssignalen bij elkaar komen. En waar we dus de acties kunnen nemen die op dat moment noodzakelijk zijn. Maar ook om voor die tijd te detecteren dat er acties nodig zijn. Omdat we afwijkende verkeersbeelden zien. En dat kan een indicatie zijn dat er iets aan de hand is. En federatie, we hebben slimme sensoren. Maar wij krijgen dus vanuit ons SOC meldingen binnen. Waar misschien de oplossing in het werkplekdomein. Mogelijkwijs absoluut daar ingegrepen moet worden. Plishing is een mooi voorbeeld. Er komt iets binnen. En de kans is dat je kunt het filteren. Dat lukt niet altijd. Hè. Sommige dingen zijn nieuw. En op het moment dat je dan ziet dat er daarna een tweede vorm van verkeer gaat komen die weer afwijkend is, kun je alsnog ingrijpen. En op die manier langzamerhand in verschillende fases kun je ingrijpen. En hoe eerder, hoe effectiever je eigenlijk kunt opereren, omdat er dan minder schade ontstaat. En dat is denk ik een van de kenmerken. Het SOC is een verzekering, het is je brandalarm en het is ook je brandweer. Dus aan de ene kant verzekert het je dat je zo min mogelijk schade hebt. En als je ze hebt, dat je daar zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Het signaleren is een hele belangrijke functie, dat brandalarm. Je moet dus investeren in goede apparatuur die je de huidige bedreigingsniveaus goed kan detecteren. Ja. Dat vraagt vanuit je directie ook om voldoende bewustzijn, want dat kost gewoon geld. Het is een dure hobby, zeg ik maar. Maar dat doe je niet voor niks, want het bedreigingsniveau buiten in de buitenwereld is exponentieel aan het groeien. En met dat bewustzijn weet je gewoon dat je de inbrekers een stap voor moet wezen. Ja, ja, want digitalisering is natuurlijk bij de gemeente Amsterdam ook een heel belangrijk thema. Dat is cruciaal om in ieder geval de kosten voor Amsterdam omlaag te brengen. En om de taak waar Amsterdam voor staat, die groeit en groeit. Hè. De gemeentes krijgen steeds meer taken tot zich. En in dat veld, hoe meer je automatiseert, hoe meer je een stabiele basis kunt bieden waarin dingen gewoon hun gang gaan. En kun je die bijzondere dingen, die projecten die je erbij moet gaan nemen, de wijzigingen, daar hou je meer tijd voor over. Omdat je het reguliere werk eigenlijk in de automatisering stopt. Ja, ja. Maar regievoering begon nog wel. Ik kan me herinneren, in het begin hadden we al die stadsdelen met een grotendeels eigen verantwoording. Ja. En inmiddels zie je dus nu echt duidelijk een regieorganisatie. Ja.
Daar zag je inderdaad ook dat probleem al van die kennis. Hè. De ene was daar goed in, de ander daar goed in. Door het bij elkaar te voegen. En dat was een groot programma ICT Centraal. Ja. Daar zag je al een eerste consolidatie. Daar zag je die kennis weer bij elkaar komen. Maar omdat nu de complexiteit rond de automatisering zo aan het groeien is... wil Amsterdam ook die partners gaan betrekken. Dat is cruciaal voor de komende 10 jaar. Kijk, en Alan, Ronald, jij nog een... Je werkt natuurlijk daarin ook veel met de gemeente Amsterdam... Ja. Tot voor kort heb ik daar een behoorlijke rol in gespeeld, inderdaad. Ik denk dat het federatieve model, dat iets is wat we meer gaan zien in de toekomst. Dat meer bedrijven naar dat model toe zullen gaan. Omdat je hebt een hele nauwe samenwerking met de security expertise van Motiv, of Powered by Atos. En de business analisten van de organisatie zelf. En hoe dat samenspel gaat, hoe die snel kunnen schakelen en sneller tot actie kunnen komen. Dat is denk ik... waar andere security operations centers in de toekomst ook naartoe zullen bewegen. Kijk eens aan. Hey Mick, is er al een uitslag bekend over de effectiviteit van de business? Ja, die is er zeker. En ik vind hem interessant. Ruim 76% is het eens met de stelling... de effectiviteit van een SOC blijft lastig te meten voor een business. Ja, kijk eens aan Marcel. Heb jij daar een eerste reactie op? Ja, ik denk dat als je kijkt naar het SOC... Als het SOC in staat is zo vroegtijdig mogelijk te signaleren dat er iets aan de hand is, dat een graadmeter is voor een goed SOC. En ook over die domeinen heen. Over die domeinen heen. Ja, dus het hele landschap goed in de gaten kunnen houden. Signaleren, hier gaat iets gebeuren. We zien nog niet dat het een schade toebrengt, maar we zien iets afwijkends. We gaan er induiken, we gaan dat onderzoeken. We kennen dit niet als een regulier beeld. Is hier iets aan de hand? Hoe sneller men dit soort signalen boven water krijgt, dat zegt wat mij betreft iets over een SOC. En ook als men ziet dat het niet goed is, hoe snel men de maatregelen kan nemen op die signalering. Dat is wat mij betreft ook een signalering. Maar die raakt natuurlijk ook de eigen organisatie. Want de eigen organisatie moet of het SOC enabelen dat ze haar besluiten goed kan nemen. Of men moet zelf in staat zijn vanuit de eigen organisatie Amsterdam heel snel kunnen meeschakelen. Ja, ja. En de inwoners, die willen uiteraard graag in Amsterdam wonen. Dat is geen keuze. Maar je wilt natuurlijk ook niet in het nieuws komen met een datalek. Voor ons is de garantie dat wij inderdaad niet de regionale kranten en de nieuwszenders halen. Is echt een garantie dat we ons werk goed doen. En eigenlijk geen nieuws is goed nieuws. Een dag niet op AT5 in relatie tot cyber. Ja, dat is een mooie dag. Dat is een goeie voor de wethouder en dat is een goeie voor ons. Ja, absoluut. Ja. Hey Mick, is er nog een laatste vraag binnengekomen? We hebben nog een kijkersvraag binnengekregen van Koen. Koen vraagt... Hoe meet je vroegtijdig? Want of er echt schade is, zien we soms pas nadien. Kijk, heren. Ronald. Ja, nee, dat klopt helemaal. En als ik daar eventjes op in moet zoomen, zeg maar, ik ben het ernaar mee eens. Hè. Je wil aan de ene kant wil je toetsen, zeg maar, van hey, hoe snel heb je iets gedetecteerd? Hoe snel kan je erop acteren? Dat zijn ook wel elementen die weer in SLA terugkomen. Maar wat eigenlijk belangrijker is ook de scope van detectie. Want je kan wel heel snel reageren en acteren op op één of twee use cases. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja. Maar ja, als je daar maar een heel klein deel van de totale threat landscape ziet, dan zegt dat aan zich niks. Dus ik denk dat het heel lastig is om aan te tonen dat een SOC heel goed functioneert. En ik denk ook dat er meerdere, noem het even KPI's of metingen nodig zijn om inzichtelijk te kunnen maken dat het in ieder geval... tot een bepaald niveau acteert. Hè. Dus dan moet je niet alleen kijken van hey, hoe snel reageert men, hoe snel acteert men, maar ook van hey, hoe breed is zeg maar de scope. Maar anderzijds ook, blijft een SOC meegaan in de ontwikkeling in de markt. Hè. Want er verandert gewoon continu, verandert er een hele hoop. Er zijn steeds nieuwere dreigingen. Ja, en daar moet het SOC ook in mee. Dus nou ja, ik zat even te denken, wat je bijvoorbeeld heel mooi zag met Silverfish, is dat je natuurlijk steeds meer het verhaallijn krijgt van je hebt hackers die zijn helemaal gefocust op de eerste inbraak. Ja. Die dragen wij spreken dat over aan een tweede groep hackers. Die zijn heel goed om te onderzoeken. Wat zou ik hier kunnen halen? Of wat zou ik hier kunnen saboteren? En groep 3, de afpersers. Ja, absoluut. Dus hoe meet je vroegtijdig? Ja, het is... Ja, het belangrijkste is dat je in elke stap zeg maar, van bijvoorbeeld de cyber kill chain, dat je in elke stap detectiemiddelen hebt zeg maar, om er inzicht in te krijgen. Want ja, je kan er eentje missen. Hè? Twee missen misschien, maar ja, na 3 moet je toch uiteindelijk echt wel in de gaten hebben dat er iemand binnen zit. En ik denk dat dat ook de continue uitdaging is van een SOC zoals die van Motiv. Om daarin bij te blijven en de klanten bij te blijven ondersteunen. Zoals met recent met die Pulse Secure Bug en daarvoor die Exchange 0D. Ja, op dat moment kun je nog onvoldoende
wapenen preventief, maar dan stel dat ze al binnen zijn dan en stap 2 of stap 3 gaat plaatsvinden, absoluut. Dat je hem dan alsnog, dat je die alsnog detecteert. In het nekvel grijpt. Ja. Nou, Madelien, dan gaan we zo richting sok van de toekomst. Maar heb jij hier nog iets op aan te merken? Van, hoe meet je dat nou eigenlijk echt vroegtijdig? Ja, even als aanvulling op de cyber kill chain. Hè. Ik denk dat als je kijkt naar de cyber kill chain en de stappen die daarin zijn. En de verschillende detecties die je kan doen. Die kan je eigenlijk ook koppelen aan de cyber kill chain. Hè. Dus de early stages, als je daar zaken in detecteert. Dan denk ik dat je goed kan aantonen dat je bepaalde detecties hebt gedaan. In de vroege stadium van de cyber kill chain. En dan ben je nog niet aangekomen op het punt waar je het hebt over daadwerkelijke impact. Hè? Dus schade. Ja, dus ik denk dat dat wel een antwoord is. Ja, en ik zit ook te denken, Marcel, dat betekent natuurlijk wel inderdaad, stel dat iemand inbreekt in eerste instantie in de werkplek. De KVL 1 bij jullie. Ja, absoluut. Dan hoeven wij dat misschien niet eens direct te zien. Maar dan de samenwerking tussen bijvoorbeeld in dit geval de werkplek, eigenaar en Motiv. Op het moment steeds crucialer. Absoluut. Hè? Dus het is echt teamwork. En dat is bijzonder als je dat met verschillende partners doet. Hè? Want we willen echt naar een partnership toe. We hebben een keten van aanleverende partijen. En die onderlinge wisselwerking moet optimaal zijn. En dat is de garantie voor Amsterdam. Dat wij op de juiste manier de ICT aan het bedienen zijn. En daarin is die samenwerking, dat blijft natuurlijk oefenen. Dat blijft ook in de samenwerking. We hebben pas een nieuwe partner voor de werkplek gevonden. Ook die zal moeten gaan aanschuiven in die oefeningen. En om te zorgen dat dat Amsterdam veilig blijft. Nou, nu en in de toekomst. En over de toekomst gaan we het zo in het tweede onderwerp hebben. Ja, tweede onderwerp met Madelien van Athos. Ja. Ik kan zeggen inmiddels collega, hè, want wij zijn één van de SOCs van de totaal. 14 SOCs wereldwijd. Dus Athos heeft 14 SOCs wereldwijd. Hey, jij gaf aan, of je geeft aan van, wij zijn van een SOC naar een P-SOC aan het bewegen. Wat staat dat precies voor? Ja, eerst beginnen met een SOC, hè, de Security Operations Center, maar dat weten de meesten denk ik wel. En we hebben vanuit Athos hebben we een aantal jaar de Prescriptive SOC-visie. Dat betekent eigenlijk dat we aan het kijken zijn naar proactieve onderdelen van een SOC. Hè. Dus een SOC proactief maken in plaats van reactief. Normaal gesproken was een SOC heel erg reactief. Reactief in de zin van het alarm gaat af, ik bel. Ja. Dus Marcel Piers. Kijken naar detectie inderdaad. En daar dan dus eigenlijk heel, heel, heel reactief. En niet zozeer bezig met het proactieve onderdeel. Of niet zozeer bezig met de early stages. Waar ik het net ook over had van de cyber kill chain. En jij bent onderdeel van een soort PSOC community binnen Athos? Ja, binnen Athos hebben we inderdaad binnen Athos, Benelux en de Nordics, dat is onze regio. En sinds kort zijn we samengegaan met UK en Ireland. En nu vormen wij Noord-Europa, BDS Noord-Europa. En we hebben inderdaad een PSOC community. Die bestaat uit ongeveer 40, 50 medewerkers. En die zijn aangesloten bij onze PSOC community en houden zich bezig met zaken als threat intelligence en daar dan kennis over uitwisselen. SOC-onderwerpen, et cetera. Dus dat hebben we. Hey, jij was enige tijd geleden gevraagd door een financiële dienstverlening in de Nordics. Om mee te denken, hoe gaan we van een SOC naar een PSOC? Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is nu 2,5 jaar of 3 jaar geleden, zeg maar. Dat een grote financiële instelling in de Nordics mij gevraagd had. De klant die had een traditionele SOC, dus gewoon een SOC en een traditionele SIEM-oplossing. En die waren eigenlijk op zoek naar hoe kunnen wij zeg maar van een reactieve SOC toebewegen naar een proactieve SOC. En wat hebben we daarvoor nodig? En wij hadden vanuit Athos hebben wij toen de Prescriptive SOC-visie gepresenteerd. Dat bestaat dus uit een aantal onderdelen binnen cybersecurity. Dan moet je dus denken aan SIEM-platform, een SOAR-platform, Security Orchestration en Automated Response. Ja. Dat gecombineerd met threat intelligence, dus bedreigingsinformatie verzamelen en ook distribueren. En dat dan bundelen, zodat je zeg maar wat proactievere SOC-activiteiten kan uitvoeren. En we hebben die visie gepresenteerd met al die verschillende technologieën aan elkaar gekoppeld. En we hebben verteld dat je het eigenlijk op een aantal vlakken moet aanpakken. Enerzijds technology, dus de technische producten die ik net noemde. Aan de andere kant
processenonderdeel. Dus ook de processen zullen moeten veranderen als je zeg maar naar prescriptive SOC toe gaat. Of naar MDR, waar we het straks over gaan hebben. En ook het people aspect. Hè? Dus de medewerkers die krijgen het werk verandert. Hè? Dus machines die gaan natuurlijk een aantal zaken overnemen. Dus ja. Je gaat automatiseren. Dus het heeft ook impact op de mensen. En daar hebben we dus best wel wat tijd aan gespendeerd om die medewerkers ook op te leiden en daar om die ook zeg maar mee te bewegen. Dus je mocht die visie die je daar gepresenteerd hebt ook zelf vervolgens tot uitvoering brengen. Klopt. Ja. Klopt. Dus nieuw platform gebouwd, proces opnieuw ingeregeld, de mensen opnieuw getraind. Ja. En Threat Intel, wij zijn inmiddels ook onderdeel van de grotere Atos-familie. Jullie hebben daar specialisten voor rondlopen in. Polen onder andere, ja, klopt. Die zeg maar die threat intel verzamelen en dat duiden om te kijken van wat betekent dat bijvoorbeeld voor de financiële dienstverlener in de Nordics. Ja, we hebben dus, wat ik al zei, van 14 SOCs wereldwijd en we hebben dus in verschillende werelddelen hebben wij SOCs zitten. We gebruiken natuurlijk niet follow the sun concept, omdat je soms de SOC activiteiten moet beperken tot een bepaalde regio. Hè. Dus denk aan Europese Unie, EER, hè. Dus vanuit GDPR moet je natuurlijk vanuit een Europese grondgebied moet je zeg maar dienstverlening doen. Nou, dus hebben wij inderdaad een SOC in Polen zitten. En in IJsselstein. Dus Atos kent dus een aantal SOC-vormen. Eén is zeg maar het Global Delivery model. Dus waarbij je dus SOCs hebt zitten die elders in de wereld zitten. Maar dan wel binnen een specifieke regio. Maar we hebben ook lokale SOCs. Hè. Dus we hebben een aantal klanten die vragen dan ook echt om een lokale SOC in Nederland. En daar hebben we dus ook... Bij gemeente Amsterdam was het een eigen SOC. Ja, absoluut. Ja. Ik was wel benieuwd, is het dreigingsbeeld in die verschillende regio's, is dat wezenlijk anders? Zie je daar andere dingen gebeuren? Of is daar is Europa veel meer onderwerp van aanvallen? Hoe ziet dat er wereldwijd uit? Even twee antwoorden erop. Dus enerzijds zorgen we wel voor dat threat intelligence wordt uitgewisseld over de verschillende SOCs heen. Hè? Ja. Dus dat er wel kennisuitwisseling is vanuit andere SOC-omgevingen. Daar hebben we ook een CERT-organisatie voor die zich daarmee bezighoudt. En we verspreiden die intelligence-informatie ook. Maar Europa en Amerika, er zit eigenlijk niet zo... Je ziet wel dezelfde soort aanvallen. De grotere cyberaanvallen. Grotere cyberaanvallen, ja. Zeker. Het is wel zo dat je soms, als je kijkt naar de threat-actoren, zeg maar... dat in sommige werelddelen zijn de threat-actoren toch iets meer... geskilled. Hè? Je ziet wel uit dat als je bepaalde aanvallen ziet vanuit specifieke landen, zeg maar, dat daar over het algemeen wel wat skilled hackers zitten ten opzichte van andere delen in de wereld. Dus dat verschilt nog wel, maar het beeld is over het algemeen wel het. Het mooie is dat inderdaad dat allemaal al verspreid is, dat je overal op dezelfde manier kunt reageren en als er ergens iets oppopt, dat dan direct wereldwijd bekend raakt. Ja, dat is het stuk threat intelligence wat ik net al zei. Dus het verspreiden van indicators of compromise. Dat kunnen IP-adressen zijn. Dat kan tool, techniques en procedures zijn van specifieke threat-actoren. Ja, dat soort informatie wordt uitgewisseld. En dat wordt ook aan de ene kant wordt dat aan SOCs gestuurd, maar het wordt ook gewoon aan de Atos IT Operation Teams gestuurd. Dus we hebben natuurlijk ook binnen Atos teams die meer doen dan alleen cybersecurity. Hè? Het managen van systemen, wat een groot voordeel is. Maar ik heb misschien een leuke voor Alan ook zo. Maar wij hebben dus, we hadden natuurlijk al openbare bronnen die we zelf afspeurden. We hebben natuurlijk de NCSC, Vitale Infrastructuur Publiek. Maar we krijgen sinds kort, omdat we natuurlijk onderdeel van Atos zijn, inmiddels ook de threat feed vanuit Atos. Dat scheelt jou volgens mij bakken met tijd, hè? We hebben hem nu, we ontvangen het nu. Het is nog niet helemaal geïntegreerd, dus we moeten nog even kijken hoe we dat precies mergen met de open source intel die we ontvangen en dergelijke. Maar we zijn heel blij daarmee, want er wordt aan die kant heel veel werk ingestoken. Dus dat scheelt ons echt. Mooi. Kijk, waarvoor een mooie dan? Stap in de samenleving. Goed te horen. Ja, ja, ja. Hey, en... ja, even kijken, we hebben natuurlijk SOC. Je hebt dat platform gebouwd daar bij die Nordics. Een combinatie van slimme tools en processen. En toen kwam de term MDR om de hoek kijken. Ja, Managed Detection and Response. Ook als gevolg van een overname. Maar kun je er iets over vertellen over het MDR-platform?
Ja, kan ik zeker. Wat is MDR? MDR is eigenlijk een totale oplossing waarbij we eigenlijk de prescriptive SOC-visie, die zit daar eigenlijk ook in. Hè. Dus SOR-onderdelen, dus het automation onderdeel, big data analytics met machine learning, AI. Dus dat is ook een onderdeel wat daarin zit. En daarnaast leveren we het als een end-to-end oplossing, omdat de SOC-medewerkers die zijn er. En we hebben ook C-cert mensen, dus de Computer Security Incident Response medewerkers, die vormen eigenlijk één team. Ja. En het is eigenlijk een totale propositie waarbij je niet alleen maar kijkt naar het detectieonderdeel, maar ook naar het responsonderdeel. En dat dan als een totaal pakket voor onze eindklanten. Dus dan heb je ook weer dat proactieve element erin. Er zit zeker een proactief element in, omdat het platform maakt gebruik van machine learning en artificial intelligence. We hebben ook een bedrijf overgenomen, dat heet Palladium. En Palladium die is heel ver op het gebied van artificial intelligence. Die heeft ook patenten gekregen, ook voor het ISAC-platform, wat wij gebruiken onder water. En MDR is wat ons betreft de toekomst. Maar ik zie dus een paar verschillen. Dus in zeg maar eventjes zoals wij nu bij Motive en in de Nordic zitten, heb je natuurlijk je eigen SOC-hulpmiddelen en tools. Dat wordt dus nu uiteindelijk één centraal platform wat een eigen ontwikkeling is inmiddels van Atos. Klopt. Zitten ook gewoon de use cases, de business as usual, zitten daarin? Ja, de traditionele use cases zitten daarin. Dus als ik dit en dit zie, dan moet het alarm afgaan. Ja. En dan kan Alan aan de slag. Ja. Zeg ik met een lach. En threat intel wordt automatisch in verwerkt. Klopt. En dan dat deep learning, dat zit meer in? Nou ja, dat is eigenlijk het stukje user behavioral analytics en entity behavioral analytics. Dus het kijken naar wat is normaal gedrag en wat is afwijkend gedrag. En daar dan met bepaalde patronen dat kunnen ontdekken en ook kunnen voorspellen. Dat is even het tweede stuk. Maar dat niet alleen maar voor eindgebruikersgedrag, maar ook voor entiteitgedrag. Hè? Dus als je kijkt naar een OT-omgeving, operational technology omgeving, dan zou je vaak zien dat de componenten die daarin draaien, die communiceren op een bepaalde manier met elkaar en die zijn daar redelijk stabiel in. Hè? Mm-hmm. Enige afwijking op dat soort verkeersstromen is in een OT-omgeving al snel verdacht. Hè? En hetzelfde kun je eigenlijk ook toepassen in IoT-omgevingen of IT-omgevingen. En dat is eigenlijk wat er ook nog in zit. Dus die deep learning algoritmes die scannen continu zeg maar door die gigantische big data volumes heen om eventueel verdachte situaties op te merken? Klopt, dat zijn dus algoritmes die toegepast worden op de big data. En dan piept er iets in en dan gaan de analisten weer verder aan de slag? Of wat is dan de volgende stap? Nou, waar we naartoe willen. En dat is zeg maar wel een ontwikkelpad, een groeipad. Ja. En de komende jaren zal wel wat tijd kosten voordat alles geautomatiseerd wordt op het responsonderdeel. Want daar gaat het dan om. Is dat je met automation gebruik gaat maken van automatische ingrijpen van het platform. En daar ga je naartoe bewegen, maar uiteraard, omdat het ook behoorlijk impact kan hebben op de business, zou je in de komende jaren zou je zien dat je het zal moeten gaan opbouwen. Hè. Dus, stapsgewijs. Stapsgewijs ga je dat invoeren totdat er voldoende vertrouwen is in het product, in de beslissingen die zijn genomen door het product, of de beslissingen, of de acties die zijn uitgevoerd door het product, om te kijken of jij als mens achter die besluiten staat. En als je daar voldoende vertrouwen bij hebt, dan zul je zien dat er steeds meer zaken geautomatiseerd gaan worden. Dat hebben we ook gezien bij bijvoorbeeld intrusion detection systemen, zoals bij veel mensen bekend zijn. Nou, die hebben ook in het begin draaiden die altijd in detectiemodus. Ja. En klanten die waren heel erg huiverig om die om te zetten naar preventie. Dus ja, stel je voor. Preventie. Dat, ja. En wat je nu ziet is dat iedereen tegenwoordig de preventiefunctie automatisch heeft aanstaan. Dus dat betekent dat daar gewoon wat tijd voor nodig is om echt volledig te groeien naar geautomatiseerd ingrijpen. Oké, ik zie dat er een vraag over is binnengekomen, Mick. We hebben een vraag binnengekregen van een kijker, van Dries. En Dries zegt, een SOC is opgebouwd uit de balans tussen people, process en technology. Ja. Wordt het gewicht en van people minder met MDR, wat jullie betreft? Ja. Goeie vraag. Wat link, kan ik die... Die kan ik bij mij neerleggen. Ik denk het wel. Dus als je kijkt naar het people aspect, dan
Is het zo dat in het begin zou je zien dat vooral de repetitive actions, hè, dus als je kijkt naar people, dan houden zich SOC-medewerkers houden zich op dit moment bezig met heel veel handmatig werk. Hè, dus voortdurend opzoeken van zaken op het internet. Verifiëren of een file al bekend staat ergens in de database. Malafide aangemerkt. Ja. Controleren op systemen zelf, zeg maar, hoe het zit met de registries. Dus heel veel handmatige acties die ze eigenlijk voortdurend moeten repeteren. Nou, dat soort zaken zijn de eerste dingen die je gaat automatiseren binnen MDR. Hè? Dus binnen MDR of binnen een SOAR-platform. Nou, als je gaat automatiseren, kijk je eerst naar repetitiveness. En dat ga je zien te elimineren. Dus dat betekent wel dat een aantal zaken wat minder gedaan moet worden. Maar het werk verandert natuurlijk. Dan gaan we zo natuurlijk in het derde onderwerp zeker nog even op inzoomen. Ja. Maar ik zit wel even te denken in de stelling of de balans anders wordt. Kijk, ik denk natuurlijk ook wel een beetje van Ronald. De hoeveelheid data en de hoeveelheid dreigingen, zeker als het natuurlijk van een traditionele on-premise omgeving naar een hybride cloud omgeving gaat, die wordt natuurlijk alleen maar complexer. Dus is die automation niet sowieso cruciaal om überhaupt het werk aan te kunnen? Ja, dat denk ik wel. Die is absoluut noodzakelijk. Ik weet ook niet of echt de verhouding heel erg aangepast zal gaan worden. Wat ik wel verwacht is dat met name zeg maar de analist was die vandaag de dag inderdaad heel veel repeterend werk doet. Ja, dat zal wel echt gaan veranderen. Want ja, alles wat je kan automatiseren moet je in principe automatiseren en bij voorkeur nog verder. En je moet die analisten dan vooral zeg maar dingen laten doen waar ze goed in zijn, analyseren. En dat betekent dus niet allerlei informatie verzamelen voordat je kan analyseren. Dus ik ben het inderdaad helemaal met je eens. We moeten zoveel mogelijk gaan automatiseren. Zeker ook omdat er steeds meer data vanuit allerlei plekken binnenkomt. Maar ik verwacht dat de rol van de analist, met name ook om echt een goede analyse te doen en een goede vervolgactie te bepalen, dat die echt wel cruciaal is en blijft. En daar verwacht ik dat de komende periode, daar gaan we het inderdaad zo meteen nog over hebben, dat daar echt wel een cruciale rol voor de analist ligt om daar een volgende stap eigenlijk in te gaan maken. Stijgen. Dat denk ik absoluut, ja. Ja. Zeker ten opzichte van tussen haakjes nu. Ja, ja. Met veel repeterend werk. En, ja. Hey, Marcel, het blijft toch ook regisseren. Absoluut. Dus zeker is een hybride. Het neerzetten van dit soort oplossingen en zorgen dat je meeloopt met het bedreigingsniveau, met hoeveel te werk die op ons afkomt om dit goed te houden, om Amsterdam veilig te houden, is het cruciaal dat je meegaat, dat je investeert, dat je probeert de laatste kennis bij de mensen te hebben en in dit geval de partners die dat zelf aan het verzamelen zijn en die stappen aan het maken zijn, die zijn voor Amsterdam cruciaal. Ik hoor een paar hele mooie stappen aankomen die we bij Amsterdam ook graag zullen gaan hopen terug te gaan zien, schat ik in. Nou ja, dit is het sok van de toekomst, hè? Dus, absoluut, dus dat geldt. Ja. Ja. Dus positief. Ik ben blij om te horen dat het werk naar een bepaald niveau gaat. Je mensen toch daarmee geïnteresseerd houdt. Dat is belangrijk, dat je analisten houdt die in hun taak goede dingen kunnen doen en niet alleen maar afgestompt worden door hoeveelheden. Absoluut. En dat de machines dat kunnen weghalen. Ja. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een geleidelijke transitie daar naartoe. Je ziet bij de gemeente Amsterdam, daar maken we gebruik van intelligente sensoren, waar ook al machine learning modellen in zitten. En dat is nog niet één geheel geïntegreerd platform, zoals bij MDR wel het geval. Maar dat is wel waar we langzaam naartoe aan het bewegen zijn. Ja. Dus eigenlijk heb je al, zonder dat je het weet, dankzij bijvoorbeeld die slimme sensoren, al heel veel gebruik maak je van AI-technieken. Ja. Ik denk dat het steeds in stapjes gaat, inderdaad. Dan komt er nog een boel van dit soort sensoren die waarschijnlijk dan die data weer ergens centraal stallen. En daar komt misschien ook weer een verkeersbeeld uit, wat misschien weer wat indicaties kan geven, waar je dan inderdaad een machine op loslaat om dat naar boven te tillen. En ja, de klassieke logfiles doorworstelen is natuurlijk iets wat gruwelijk is. Ik heb geregeld meegemaakt in het verleden dat mensen gewoon de belangrijkste alarmen over het hoofd zien omdat er zoveel binnenkomt. Dus het zou enorm helpen als systemen daarin meekijken. Ja, hey Madeline, we hebben dus die. Je hebt het verteld over die financiële dienstverlening in de Nordics, de PSOC community. Ja, klopt. Dat hele MDR en dat ATOS, dat is volgens mij wel op dit moment the way to go. Dat is dus in principe verwacht je uiteindelijk dat het langzaam consolideert naar één generiek
MDR-dienst? Ja, we zitten op dit moment midden in een transformatie. Hè? Dus we kijken naar onze bestaande SOC Team dienstverlening. Die zijn we aan het transformeren naar MDR. En dat is een hele grote operatie. Dat gebeurt op global niveau. Dus dat gebeurt ook bij alle andere klanten wereldwijd. En dat is een operatie waar we volop mee bezig zijn op dit moment. Dus dat klopt. Maar dat gaat in stapjes, want ik weet het inderdaad. Ja. GDPR-compliancy en Nederlandse SOC-analisten. Voor veel van onze klantomgevingen zijn dat cruciale stappen. Ja, dus, maar het is wel the way to go. Het is wel the way to go. En kijk het naar MDR. Kijk, je noemt daar heel specifiek GDPR bij. Hè. Dus als je kijkt naar het dienstverleningsmodel om MDR heen. Hè, die kan op een aantal manieren ingevuld worden. Hè. Dus dan heb je bijvoorbeeld de local bemensing met een MDR-platform. Techniek staat het. Techniek en de people, hè, delivery, dat moet je even loszien. Dus dat kan vanuit global geleverd worden. Of dat kan vanuit de EER geleverd worden. Of dat kan vanuit Nederland geleverd worden. Dus we hebben daar een flexibel delivery. Je ziet dus het groeimodel, kijk ook even naar Ronald, waarbij dus MDR als platform wordt ingezet met de Motive analisten, het team van Alan. Ja, en in Europa vanwege de compliance-regels. Ja. Kijk, dat is een mooie. Mick, volgens mij is er nog een laatste vraag binnengekomen over dit onderwerp. Ja, we hebben een laatste vraag binnengekregen van iemand die liever anoniem blijft. En deze vraag is specifiek voor Medlin, namelijk waarom 15 of 16 SOCs? Is dat het belang van lokale kennis? Goede vraag. Het is wel zo dat je zeg maar verschillende regio's hebt in de wereld. En in Amerika bijvoorbeeld, even de United States erbij te halen. Nou, daar hebben we echt wel lokale SOCs, hè, want die willen dat ook liever niet vanuit Europa hebben. Hè? Is het zo? Dus ik denk altijd van wij Europeanen willen binnen Europa. Maar de Europeanen willen ook liever geen, of de Amerikanen willen liever geen Europese SOC. Dat zie je ook wel. En daarnaast is het ook zo dat een aantal bedrijven ook hun eigen SOC willen hebben. Dus dan heb je eigenlijk de ring-fenced SOCs. En die komen eigenlijk bij de 14 tot 15 SOCs. Dus dat is de meerwaarde van lokale kennis. Dus ja. En aan de andere kant denk ik ook dat er ook een vraag is naar SOCs die ingezet worden voor één specifieke klant of voor een aantal klanten in dezelfde sector. Ik denk dat als de afstand met je klant groot wordt, dat je schakelfunctie waar je soms je business voor nodig hebt, dat een probleem kan worden natuurlijk. Je moet sommige besluiten die misschien niet autonoom genomen kunnen worden, zul je moeten voorleggen. Ja. En hou je daar voldoende grip op als je ergens vanuit India of vanuit Noord-Amerika een directie in Europa moet gaan benaderen. Ja. Ik denk dat wel een uitdaging wordt inderdaad. Dat wordt een combinatie, hè? Maar ik zie ook wel, waar ik net al een beetje, wat Alan ook bevestigt. Dat is natuurlijk die bijvoorbeeld op threat intel, of hoe ga je om met scenario X, Y of Z. Het is natuurlijk wel prettig dat je 14, 15 broertjes hebben die allemaal hun ervaring hebben. Precies, ja. En om zo wat meer duiding te geven aan bepaalde vraagstukken en bedreigingen. Ja. Mooi. Nou, mooie way to go, Madeline, dat MDR. Ja. Hey, en hoe integreert dat bijvoorbeeld ook met bestaande platformen? Sentinel horen we veel bij onze klanten. Ja Sentinel is ook, ik moet zeggen dat ook een mooi platform is, maar dat is puur techniek. Hè? Dus ons MDR-platform die kan ook losgekoppeld worden van SIEM. Hè? Dus het is dus ook dat je een SIEM-product zoals een Sentinel of een ander platform, die kun je ook gebruiken binnen ons Managed Detection and Response propositie. Want wij kijken vooral naar hoe consolideer je de data, wat voor responsactiviteiten zet je daar dan bovenop. Dus je consumeert eigenlijk de SIEM-tooling van Microsoft? Dat is een mogelijkheid. Ja. Dat is een van de stukken ook, als ik dat zo van je hoor. Dat je meerdere zaken daaronder kunt aanbrengen. Ja, het is één voorbeeld. De SIEM-onderdeel is een goed voorbeeld. Maar daarnaast is er ook Network Behavioral Analytics tools. Dus ik zal de naam niet noemen. Dark Trace is een leuke tool bijvoorbeeld. Die kennen we zeker. Ik weet niet of ik het zo mag noemen. Maar dat integreert ook met MDR. En zo zie je eigenlijk dat MDR eigenlijk of een totaaloplossing is, maar ook bestaat uit een aantal modules die je kan invullen met derde producten. En hoe meer slimheid je in de platform stopt, hoe beter je kunt duiden. Ja, maar dat geldt eigenlijk denk ik voor security monitoring in general. Hè. Dus hoe meer intelligentie je eigenlijk in het platform brengt, en dat dan verrijkt met de eigen intelligentie die het heeft. Ja, dat is intelligentie keer intelligentie, zou ik willen zeggen. Ja.
Hey, mooie stap voorwaarts naar de toekomst. En dan wil ik zo doorschakelen naar het derde onderwerp. Want dan gaan we het hebben van wat betekent dit nou eigenlijk voor de analisten en de experts. En voordat we naar het derde onderwerp overschakelen, dan hebben wij weer een vriend van de show. Frederik Martens, ISO bij Vlaamse elektriciteitsnetbeheerder Fluvius bereid gevonden om een stelling te deponeren. En Fluvius moet je een beetje zien als de Stedin van België. In de Hollywoodfilm Minority Report uit 2002 jaagt Tom Cruise op toekomstige moordenaars. Aan de hand van geavanceerde technologieën analyseert hij massa's data om zo toekomstige moorden te vermijden. De werkwijze van een SOC vandaag is heel gelijkaardig. In het SOC probeert men, op basis van ook van data-analyses, een cyberaanval zo vroeg mogelijk in de kill chain te detecteren om zo de aanval te stoppen. Mijn inziens zijn de medewerkers in het SOC nog belangrijker dan de gebruikte technologieën. Mijn handvraag is dan ook, als we naar het SOC kijken van de toekomst, welke vaardigheden hebben de nieuwe medewerkers nodig en hoe zullen deze vaardigheden worden aangeleerd en bijgespijkerd? Kijk, van Minority Report naar vaardigheden. Volgens mij is dit niet de stelling, maar wel een hele mooie wordcloud, Mick. Ja, we zijn heel benieuwd welke vaardigheden onze kijkers belangrijk vinden voor SOC-medewerkers. En daarom gaan we een wordcloud creëren met elkaar. In het open veldvlak kunt u zometeen de vaardigheden intypen. En samen gaan we dan een berg aan vaardigheden met elkaar delen. Nou, dat is een hele mooie oefening. Die kunnen wij dan weer mooi meenemen, Alan. Om te kijken van wat dat betekent voor de analisten van de toekomst. De SOC-analyst van de toekomst. Ja, bij jou zitten er natuurlijk een aantal van de analisten. Ja, zeker. Maar ik moest gelijk denken aan de Motive Academy. Als nou zo'n trainee bij ons start, hebben we dan een vast opleidingsprogramma? Hoe gaat het zoiets in zijn werk? Het opleidingsprogramma is per lichting vast. Hè? Dus iedere keer komt er een nieuwe lichting van Academy-studenten binnen. En die gaan aan hetzelfde vastgestelde curriculum meedoen. Maar dat ontwikkelt zich wel door. Iedere keer aan het einde van het curriculum evalueren we en kijken we, sluit het nog goed aan bij de praktijk? Dan zien we ook hoe de mensen aan de slag zijn gegaan. Hadden ze op dat moment voldoende kennis? Misschien moet aan de volgordelijkheid of aan de inhoud van het curriculum wat worden getuned. En dat doen we dan ook. Hey, en 8 maanden is de totale training. Dat is het hele traject, dat is waarvan 3 maanden training en 5 maanden meelopen. Ja, volgens mij ongeveer. 2 maanden eerst hard studeren, wat certificaten halen. En dan komen ze aan de slag bij het Motive SOC. En dan hadden ze nog meer certificaten ondertussen, maar dan zijn ze al daadwerkelijk aan het werk. Eerst onder sterke begeleiding, onder toezicht, eerst meekijken. En later steeds meer zelfstandig. Leren hoe ons platform werkt, hoe de processen werken, maar ook in klantomgevingen. Klantomgevingen, ja, heel belangrijk, ja. En we hadden 2 van die klasjes, maar inmiddels hebben we al 3 klassen per jaar die we op die manier klaarstomen. Nou, mijn verwachting is dat dat alleen maar gaat toenemen, Bastiaan. Ja. Er blijft meer vraag dan dat we kunnen aanbieden. Enorme krapte in de markt. En dit, ja, kun je de mensen niet vinden, moet je ze opleiden, zeg je altijd. Dus de Academy is daar wel de gekozen oplossing voor. En jij bent natuurlijk ook van de offensive security, maar volgens mij krijgen ze ook nog een stukje legeropleidingen. Een paar drilloefeningen. Dat is van een drillsergeant inderdaad, maar dat gaat om een stukje soft skill training, Bas. Dat is, ja, we gezien dat dat toch ook bij deze generatie belangrijk is om mensen daar wat in bij te brengen. Een stukje hoe ga je op de werkplek met elkaar om, hoe ga je met klanten om, wat voor dingen zeg je wel, wat voor dingen zeg je niet. Ja. Dat is gewoon ook van belang. Ja, ook belangrijk, de mensen zelfs toch weer. Ja. Hey Madeline, je gaf het eigenlijk al bij de stelling van het vorige onderwerp, ging er eigenlijk al een beetje op in. Wat verandert er zoveel? Mm-hmm. Die SOC-analyst, die traditioneel programmeerde, de use case ging af. Hij belde de omgeving, de klant-eigenaar van, joh, mogelijk heeft u een probleem. Mm-hmm. En nu ga je steeds meer ook op de stoel van de beslisser zitten en triage. Hoe zie jij die verandering? Hoe ik dat zie veranderen is dat als je kijkt zeg maar, naar automatische detectie of automatische respons, dat eigenlijk de SOC-medewerker nog steeds aanwezig zal moeten. Die blijft sowieso aanwezig om de besluiten te nemen. Hè. Voordat er daadwerkelijk ingegrepen wordt, dan zal een SOC-medewerker in het begin zeker nog het besluit moeten nemen.
Ja, maar ik zit ook besluiten nemen, dus nog niet helemaal op de automatische piloot. Ja. Maar ik zie ook wel een verschuiving dat je zeg maar vroeger use cases opvolgde en kijken wat er aan de hand is naar iets wat wij met threat hunting op dit moment doen. Dus dat we actief op zoek gaan. Oké, ja, dat klopt. Je zal inderdaad zien dat SOC-medewerkers veel minder bezig zijn met repetitive actions. En eigenlijk veel meer tijd krijgen om de wat geavanceerdere zaken te kunnen oppakken. He, dus dan moet je dus denken aan het op zoek gaan naar threats. En dat kan dan met de big data opties die aanwezig zijn binnen MDR of binnen een ander C-platform. Die zullen dus veel meer tijd hebben en ruimte krijgen om proactief op zoek te gaan naar threats. Dus ze gaan zelf op zoek, er is een nieuwe dreiging. Ja. Of je leest op internet of je krijgt via het Threat Intel Bureau in Polen krijg je nieuwe informatie. Ja. En dan ga je zelf speuren in hoeverre zou dit van toepassing kunnen zijn in deze klantomgeving. Klopt. En dat vergt denk ik ook wel andere type, het vergt andere skills hè, voor de SOC-medewerkers. Op dit moment als ze puur nog reactief bezig zijn, dan is dat een andere skill als echt het daadwerkelijk op zoek gaan naar, naar threats. Hè. Dus ik denk dat je voor dat onderdeel heb je ook een stukje, laten we zeggen, offensive security kennis nodig. Hè. Dus inderdaad. En hoe ga je om zeg maar, met offensive security? Wat is nu hackersgedrag? Wat zijn hun tools, techniques en procedures? En hoe ga je daar dan actief naar op zoek? Maar je moet steviger in je schoenen staan. Vroeger kon je zeggen, het alarm ging af, bel. Maar nu moet je dus echt duiding gaan geven van wat er aan de hand is. Dus dat vergt wel een andere, extra training voor de medewerkers. Dus dat, ik gaf al aan van, het is altijd people, processes, technology. En als je kijkt naar het people aspect, dan zul je ook andere trainingen moeten gaan geven aan de SOC-medewerkers. En die ook naar een iets hogere maturity level brengen. En om ze dan daadwerkelijk in te zetten in het SOC. Want repetitive work, dat zal je straks echt wel, dat kan echt wel door machines gebeuren. Ja. Het is mooi dat het opleiding, de klasse van Motive, dat je daar die trend heel goed in steeds kunt bijslijpen en kunt zorgen dat je eigenlijk meegroeit met die hele ontwikkelingen rond dat kennisniveau van die mensen. Dat is natuurlijk heel krachtig. Als je het uit de markt allemaal verschillende mensen moet aantrekken, ken je nooit een achtergronden. Dat je zelf die mensen helemaal kunt klaarstomen, is natuurlijk wel een heel mooi plus in dit verhaal. Ja. En binnen Atos of vanuit de PSOC community hebben we daar wel wat loopbaanpaden voor gemaakt. Hè? Want we zagen dat het toen aankomen. We waren bezig met de ontwikkeling van een SOC. Dus eigenlijk een traditioneel SOC naar een prescriptive SOC. En we zagen toen al de kanteling, hè? De verandering van die nodig is bij de SOC-medewerkers. En we hebben toen wat extra elementen toegevoegd, waaronder penetration testing, red teaming, exercises en dat soort elementen hebben we over nagedacht van oké, hoe breng je dat nu samen met het blue team onderdeel, het SOC onderdeel en hoe zorg je ervoor dat dat een soort een purple team gaat worden, hè? Een purple team gaat vormen waardoor je de kennis mixed bij elkaar gaat brengen. Ja. Ja, maar ik ben het daar inderdaad wel helemaal mee eens. Want wat je nu heel erg ziet, is dat de huidige analisten, zeg maar, die krijgen een melding en die moeten daar dan allerlei informatie bij zoeken. Hè, context. En je gaat op zoek naar iets wat je al weet, om het even zo te zeggen. Hè, dus je weet iets en dan ga je informatie bij zoeken. Als je echt naar dat hunting gaat kijken, dan moet je eigenlijk al weten waar je naar op zoek gaat en welke technieken, procedures gebruikt zijn. Dus het is een hele andere manier. Het is veel, veel onderzoekender en iets minder analyserend, om het even zo te zeggen. En je gaat echt in een grote bak van data zoeken naar potentiële. Laten we eens kijken wat de kijkers hier naar kijken. Hebben zij ook inderdaad die vaardigheden opgeschreven, Mick? Ja, zeker. Onze wordcloud is af en samen met onze kijkers hebben wij de vaardigheden op een rijtje gezet. En het grappige is dat het een combinatie is van zowel hard skills als soft skills. Ja, interessant. Stressbestendigheid zie ik ook in het groen staan. Dus Alan, dat is. En dat betekent natuurlijk ook nog wat. Ja. Cyber ethical hacking, business kennis, Marcel. Stressbestendigheid is wel leuk hoor. Ja, dat is impact op maatregelen. Een bepaald verkeer. Hè. Komen dingen één keer per jaar voor. Misschien dat er ergens een keer een financieel rapport ergens moet opgeleverd worden. En dat het een heel eigen pad naar buiten heeft. Dus weten hoe je klant beweegt, hoe je business beweegt, is cruciaal om duiding te kunnen doen wat je aan je big data en mogelijk wijze afwijkende verkeersstromen naar boven tilt, lijkt mij. Dus ken je klant, past dat in het beeld?
Nou, ik vind ook nieuwsgierigheid wel heel interessant. Want ik denk dat dat echt wel essentieel is. Zeker als je ook naar het proactieve toe gaat, dan moet je nieuwsgierig zijn, dan moet je iets willen vinden. En ik denk dat die wel heel erg kenmerkend is. Ja, 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 ja. Mick, nog een laatste vraag. We hebben tot nu toe geen vragen meer, maar vind je het leuk om deel te nemen aan discussies? Laat een vraag achter in de Q&A-sectie. Oké, doen we dat. Hey, en analytisch vermogen, big data, het worden bijna wiskundigen. Heb je in het laatste team een aantal wiskundigen zitten? De laatste lichting ken ik nog niet zo goed. Ik heb nu, toen net begonnen. Een kennismakingsgesprek met ze gehad. dus dat weet ik niet precies wat die allemaal voor achtergrond hebben. Maar tot nu toe hebben we in bijna elke lichting wel één of twee mensen met een achtergrond in wiskunde en artificial intelligence. Of machine learning. Criminologie hebben we ook een paar keer gehad. Criminologie komen we best wel vaak tegen. Ja. Er werden een aantal goede van aangenomen. Ja. Dat sluit lekker aan. Ik denk, nog even terug te halen op iets eerder. We zien hier die business kennis die meer relevant gaat worden in de toekomst. En dat zegt Marcel eigenlijk ook. De beste oplossing daarvoor is natuurlijk dat federatieve SOC. Hè? Dus je dus de analisten direct laat schakelen met mensen van de business zelf. Want maar zie ik dan even een voorbeeldje. Je ziet een verdachte situatie, maar je kan niet duiden bij wijze van spreken als dit fout gaat dat de halve gemeente er last van heeft of slechts een paar inwoners. Dan zoek je dus even een soort van confirmatie bij het team van Marcel, van moet ik hier ingrijpen of kan ik nog even wat eraan? Als service provider zit je best wel ver van de klant vandaan en detecteer je iets, moet je contact op gaan nemen. Middels een ticket is het belangrijk genoeg, dan pak je misschien de telefoon. En dat heb je toch een heel ander soort samenwerking als dat je gewoon met mensen op dezelfde kamer zit, elkaar recht in de ogen aankijkt en weet van, als ik het aan jou vraag, dan weet je meteen naar wie je toe moet met het probleem en dan wordt het meteen opgepakt. Ja. Dus het leven, het wordt MSSP kun je niet van al je klanten verdienen. Er is zo'n voorbeeld van ook, hè, dat er inderdaad, er gebeurde iets, ondertussen weer anderhalf jaar terug gelukkig. En we konden direct, omdat er een aantal specialisten inderdaad aanwezig waren, konden we direct schakelen, er waren hele korte lijntjes. En dat is ontzettend belangrijk om heel snel aan de bal de bal terug te kunnen schoppen, zal ik maar zeggen. Direct actie te kunnen nemen. Ja. Hey, als ik het samen mag vatten, er wordt wel gerobotiseerd, geautomatiseerd, maar het blijft mensenwerk. En het gaat vreselijk snel. We gaan alweer naar het einde toe. Ik zou graag inderdaad willen afronden. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Marcel, Alan, Ronald en Matlan. En niet te vergeten, Mick. De uitzending wordt na afloop beschikbaar gesteld via Spotify, iTunes of sinds kort ook YouTube. En ik hoop jullie graag volgende maand, en dan moet ik even kijken, 20 mei weer live te kunnen zien. Dan hebben we een grotere uitzending en die heet Protect 2021. En daarbij hebben wij zowel de CEO van Atos Nederland, Peter het Jong, en Axel de Rel, onze CEO, in de studio zitten. En hebben we ook de wereldwijde CTO op cybersecurity hier in onze studio gaan zitten. En zij gaat ons meenemen wat de integratie Motiv Atos, hoe dat de komende jaren verder in zijn werk gaat. En we hopen je dan graag weer te zien. En voor nu, geniet van je middag. Tot ziens!